Basisschool Klinkers is 5 jaar geleden gestart in een nieuwbouwwijk in Tilburg. Bij de start van de school hebben we ingezet op de school van de toekomst. We willen een school zijn die de kinderen voorbereidt als burger van de 21ste eeuw. Wij zijn van mening dat dit andere vaardigheden vraagt en dat het onderwijs hierop moet anticiperen. Op dit moment hebben we 250 leerlingen en zijn deze verdeeld over 10 thuisgroepen. Op onze school staat leren vanuit een betekenisvolle context centraal. We maken hierbij gebruik van de theorie van het sociaal constructivisme. Voor de kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 8 jaar houdt het in dat ze vooral leren vanuit een spelende situatie, vanuit een spelsituatie. En voor de kinderen in de leeftijd van 8 tot en met 12 jaar, die meer een onderzoekende houding hebben, gebeurt dat aan de hand van onderzoeksvragen. Om de kinderen tot spel en onderzoek te laten komen, maken we gebruik van kernconcepten. Dit zijn betekenisvolle thema's waar we 6 weken met de hele school aan werken. Tijdens deze thema's proberen we zoveel mogelijk vakgebieden te integreren in het kernconcept, zodat er leren in samenhang ontstaat. Daarnaast maken we binnen de kernconcepten gebruik van meervoudige intelligentie. Er wordt rekening gehouden met de leerstijlen van kinderen. Kinderen leren immers niet allemaal op dezelfde manier. We hebben in de afgelopen jaren met name de taalvaardigheden geheel geïntegreerd binnen de kernconcepten. Vakgebieden zijn niet meer los van elkaar te zien, maar zijn deel van een groter geheel geworden. Dit alles vraagt behoorlijk wat van de leerkrachtvaardigheden. We werken niet vanuit methodes, maar vanuit bronnenboeken. De leerkracht maakt gebruik van leerlijnen en tussendoelen. Er wordt een onderwijsarrangement gecreëerd dat aansluit bij de zone van de naaste ontwikkeling van het kind. ICT heeft een duidelijke plaats gekregen binnen ons onderwijsconcept. Het is volledig geïntegreerd. We merken dat het de betrokkenheid en de motivatie van de kinderen enorm verhoogt. Kinderen schrijven verhalen, maken foto's en kijken naar instructiefilmpjes. Het maakt ons onderwijs completer en betekenisvoller voor kinderen. Ook naar ouders toe speelt ICT een belangrijke rol. We versturen de nieuwsbrief digitaal, we zijn actief in het bijhouden van de website en we maken filmpjes van betekenisvolle activiteiten op school, zodat het lijkt dat ouders er ook bij aanwezig waren. Ook worden ouders vaak uitgenodigd bij activiteiten op school. Op deze manier kunnen we ouders nog beter betrekken bij ons onderwijs. De komende jaren willen we werken aan het verder ontwikkelen van de digitale leeromgeving. Hiermee denken we ons onderwijs nog flexibeler te kunnen maken en verder te kunnen werken aan passend onderwijs. Daarnaast willen we graag een digitaal portfolio ontwikkelen. Op dit moment is dat niet meer dan een verzameling werk van kinderen. Door eigenaarschap via digitale portfolio kunnen we ervoor zorgen dat de grens tussen school en thuis vervaagt. Op deze manier zorgen wij ervoor dat de kinderen een basisschooltijd krijgen waarin we uitgaan van een balans tussen kennis en competenties. En dat ze opgeleid worden tot kritische en zelfstandige burgers die zich staande kunnen houden in de maatschappij van straks.